Er modieus uit kunnen zien, hoe lang je ook bent. Een bijna onmogelijke droom was dat vroeger voor Martine Balster. Ja, dat was niet echt leuk, omdat je zeg maar eigenlijk ja, wat kleding betreft altijd op in herenbroeken liep en met meer gimpjes aan als een keer wat nette schoenen. Omdat die er op dat moment gewoon niet waren in mijn maat. En dat tijdens de onzekere puberteit opmerkingen over haar lengte, iedereen die haar ouders schatte. Ja, op een gegeven moment heb ik zoiets van, joh, jullie zoeken me lekker uit. Ik ben wel eenmaal zo, dus dat kun je niks meer aan veranderen. En het gaat dan bij mij eventueel het ene oor in, het andere oor weer uit. Dat is niet zo. Ik vreet me eigenlijk er niet zoveel over op, zeg maar, tegenwoordig. En frustratie over geen leuke lange kleding kunnen vinden leidde in het geval van Ines Scheper tot het beginnen van een winkel. Want steeds meer vrouwen zijn langer dan 1,80 meter. Ja, ik ben zelf 1,90 en ik liep altijd tegen die frustratie aan. Ik denk van dan doen we zelf maar een winkel beginnen. Want er is gewoon te weinig leuke hippe mode voor lange meiden en lange vrouwen. Dus. Haar winkel in Apeldoorn werd een succes en nu zit ze ook in Hoofddorp. En van de modeshow met lange kleding wil ze een jaarlijkse traditie maken als ode aan de lange vrouw en man.